Hallo allemaal, tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Lucas, a.k.a. Lumio. Het is weer zover. Ja, we zijn in 3 landen geweest om vuurwerk te halen. Nederland, Duitsland en België. We hebben nu ook een flinke collectie van allerlei soorten vuurwerk. Dus in deze video de hele vuurwerkcollectie. Ook met allerlei uitleg en ja, de prijs en dat soort dingen. Vorig jaar vroegen jullie ernaar of ik de prijs erbij wil zeggen. Dus daarom heb ik dat dit jaar specifiek gedaan. En veel kijkplezier mensen. Let's go. Oké, laten we maar beginnen. We hebben hier voor ons nu nog een hele lege vloer. Maar achter de camera ligt het al helemaal vol. Dus laten we maar beginnen met het eerste vuurwerk. Ik zal heel erg mijn best doen met de prijzen erbij te zeggen. Ik weet niet van alles de prijzen. Maar ik zal het voor zoveel mogelijk ding proberen. Dus laten we maar beginnen. Oké, we hebben hier het allergrootste product van het jaar. De Gladiator. Het is een enorme cake van 20 euro bij de Aldi Noord in Duitsland. 500 gram en 120 seconden, 36 schoten en 40 tot 50 meter hoog. Nou, dit is hem. Ik denk dat de schoten zo'n 3 à 4 centimeter groot zijn in diameter. Dus het zijn flinke schoten. Nou, dat is de allereerste om mee te beginnen. Dus die leggen we bij 20 euro bij de Aldi Nord in Duitsland. Oké, de eerste grote jongen die ligt er. Maar we gaan nu gelijk door naar de op 1 na grootste, namelijk de Black Ice. Hier is de Black Ice. Het schijnt de populairste cake van Duitsland te zijn. Voor 17 euro bij de Lidl in Duitsland. 40 meter hoog, 40 seconden en 47 schoten. En 20 mm diameter. Met waaier en i-schoten. Dus met rechte schoten en met waaierschoten, zeg maar. En 405 gram effectlading. Dus dit is de op 1 na grootste jongen van dit jaar, dus laten we hem er ook maar bij zetten. Oké, de eerste twee staan er, maar dit is natuurlijk nog lang niet het einde. We gaan nu door naar de volgende. De High Voltage, dit is ook wel een enorme bij de Postenbeurzen van het merk Weco. Voor 10 euro en 19 schoten, 26 mm, dus dat zijn nog groter dan de Black Ice. En 285 gram effectlading. Hier zie je het, 10 euro. Ook van het merk Weco. Oké, we gaan door naar de volgende Duitse cake. Namelijk de Space Taxi. Voor 7 euro bij de Postenbeurzen. 19 schoten, 20 mm. Dus ook flinke schoten op zich. En 50 meter hoog en 35 seconden. Die zetten we er ook bij. Van het merk Weco. Oké, dan komen we aan bij de volgende. De Wildstorm bij de Lidl in Duitsland. Ik vond het vorig jaar een hele goede cake, dus daarom heb ik hem dit jaar weer gehaald. Deze heb ik ook nog nooit, heb ik ook al een keer eerder gehad hiervoor. Die andere vier die hier staan, die heb ik nog nooit gehad. Deze heeft 200 gram effectlading, 35 seconden, 35 meter hoog en 64 schoten. Van het merk Weco, 13 mm en... volgens mij zo'n 7 euro duur. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij was die zo'n 7 euro. Zoveel kostte die ongeveer. En als je het wil weten, dan moet je het maar even nachecken. In de shopvideo van Duitsland. Bij het i'tje hierboven of aan de andere kant, ik weet het niet precies. Dan hebben we hier de Poison 16 schoten van het merk Weco. 35 seconden, 30 meter hoog en 19 mm. Ik vond vorig jaar een hele mooie. Hij kost zo'n 4 euro bij de Aldi Noord. En bij de Aldi Zuid heet hij de Artis. Of de Reno, ik weet niet precies. Maar het is in ieder geval precies dezelfde. Dus mocht je de Poison niet kunnen vinden, maar de Artis wel. Of de Artis wel en de Poison niet. Dan maakt het gewoon helemaal niks uit of je de Artis of de Poison naar neemt. Het is gewoon precies dezelfde cake van het merk Weco ook. Alleen is de ene bij de Aldi Noord en de andere bij de Aldi Zuid. Maar 4 euro... En we zetten hem erbij. Oké, dan hebben we hier de Maestro. Ik heb geen idee wat ik me ervan voor moet stellen. Het is 14 mm, dus het zijn niet zulke grote schoten. Maar het zegt natuurlijk niet heel veel. 36 schoten, 30 seconden en 35 meter hoog. En 5 euro bij de Postenbeurzen. En ja, van het merk Weco. Dus we zetten hem erbij. En dan alweer de 1 na laatste cake van dit jaar. De Gravity, 16 schoten van het merk Weco, 20 seconden en 35 minuten, nee 35 meter hoog zo. En 200 gram en 3 euro bij de Postenbeurzen. Het zal vast ook wel een mooie cake zijn. Hij is alleen niet zo groot.
En dan alweer de laatste twee cakes van dit jaar. De Scary Heuler batterie. Voor 1,25 euro schoten. Het zijn er twee stuks, hebben we van bij de Postenbeurzen. En ja, ik snap niet dat dit wordt goedgekeurd, want het valt gewoon al om als je er naar kijkt. Maar ja, het zullen vast wel leuke cakes zijn. In schaaf 50 meter hoog en 8 mm zijn de schoten. Nou ja, het zijn natuurlijk maar fluitschoten en meer niet. Misschien dat ze nog een knal geven, dat weet ik niet. Maar dat gaan we natuurlijk ook uittesten. En ja, ze zijn gewoon leuk voor tussendoor. Ze duren zo'n 5 seconden in totaal meestal. En dan gaan we nu door naar de pijlenpakketten van dit jaar. Want we hebben maar liefst 4 pijlenpakketten dit jaar. Hier de Goldraketen. Ja, het past niet volledig op beeld. Maar het zijn 6 mooie pijlen. Ik hoorde van iemand dat ze trouwens niet hetzelfde zijn als de Goldraketen. Omdat de Goldraketen, dat zijn 3 verschillende soorten pijlen en dan 2 van elk. En dit zijn 2 verschillende soorten pijlen en dan 3 van elk. En ja, ze kosten wel evenveel en zijn ook allebei van het merk Weco. En 9 euro was het volgens mij. Deze heb ik bij de Lidl vandaan. In Duitsland. Oké, dan zijn we nu aangekomen bij het volgende pijlenpakket. De Sky Festival. Voor 15 euro heb je 20 pijlen. Allemaal maximaal gevuld. 20 gram. Bij de Postenbeurzen vandaan. Het is een mooi pijlenpakket. Ik had hem vorig jaar ook. En daarom heb ik hem dit jaar nog een keer gehaald. Maar die zetten we er ook bij. Oké, dan hebben we hier het laatste pijlenpakket uit Duitsland. Bij de Lidl vandaan. De Star Rockets. 6 stuks. Ik heb er video's van gezien dat ze best wel leuk en geinig zijn. Daarom hebben we het ook gehaald. Voor 3 euro. Ze zijn heel klein en toch wel grappig, denk ik. Oké, dan zijn we nu aangekomen bij het overige Duitse vuurwerk. Hier hebben we de Fantastic Four. Hetzelfde als de Sky Shots en de Air Shots. Deze is dus van Aldi, van Weco. Er zijn bij alle 3 de winkels, bij Postenbeurzen, Aldi en Lidl, even duur. Alleen hebben ze een andere naam en ze zijn ook exact hetzelfde. Ze zijn overal 4 euro voor 4, voor 4 single shots. En ja, ze zijn een stuk groter dan ik had verwacht. Maar dit zijn ze. Van Weco. Ze gaan 50 meter hoog, zeggen ze. Oké, dan hebben we nog 1 Duitse fontein. Laser heet die. Volgens mij was die 3 euro. Hij gaat 3 meter hoog. 18 mm is het gat waar fontein uitkomt. En 70 seconden duurt die. Van het merk Weco. Van de Lidl, volgens mij. Ja, ik heb verder niet heel veel met fonteinen. Maar ik wou er toch wel eentje hebben dit jaar. Dus daarom heb ik gekozen om de laser te nemen. Dus dat is deze. Een single shot kunnen we het niet noemen, een pijl ook niet. Maar hier hebben we de Spider 20. Het is een soort raketje. 2 stuk zitten in de verpakking. De Spider 20 van het merk Leslie. 5 euro bij de Postenbeurzen. Ik wist niet dat ze het hadden, maar ik was wel blij dat ze het hadden, want ik wou het nog heel graag hebben. Want we hebben hier nog 3 Romeinse kaarsen van 20 schoten van het merk Leslie. Ja, Romeinse kaarsen stellen niet heel veel voor, maar zijn toch wel leuk. En daarom zetten we ze er ook gewoon bij. Oké, dan hebben we hier nog een pak babypijltjes van 100 stuks voor 2 euro bij de Postenbeurzen. En ja, babypijltjes. Iedereen kent ze wel, denk ik. Ze zijn zonder knal, gewoon alleen een fluiteffect. Oké, we hebben hier nu het allerlaatste siervuurwerk uit Duitsland van dit jaar. Van Weco. Het zijn 10 stuks, de Double Power. Volgens mij bij de Aldi vandaan, maar dat weet ik niet zeker. Dit jaar zijn ze gewoon nog legaal, de single shots, en volgend jaar niet meer. Volgend jaar worden ze niet meer verkocht in Nederland, maar zijn ze nog wel legaal volgens mij. Alleen zijn ze dus niet meer verkrijgbaar. Oké, we gaan nu nog door naar het Duitse knalvuurwerk. Dat is niet heel veel, maar toch wel wat. We hebben hier de kubische kanonenslegen. 6 stuks van het merk Weco voor 2 euro bij de Postenbeurzen. Ze hebben ze ook bij de Aldi en ook bij de Lidl. Iemand die vertelde mij dat die van de Aldi trouwens niet precies hetzelfde zijn als die van de Lidl en de Postenbeurzen. Dus dat was een fout in die video. Die van de Aldi schijnen dus meer lading te hebben. Ik weet het niet zeker, maar dat vertelde iemand mij. En dat is ook waarom ze iets duurder zijn. Maar hier hebben we niet 1 pak van, maar 2 pakken. Hier hebben we ze. Oké, dan hebben we hier nog een pakje Lady Cracker. Van merk Nico. 400 cracker voor 1,50. Ik heb geen idee wat het precies inhoudt, maar het zou een soort knalmatje moeten zijn. 2 stuks. En we gaan het gewoon zien tijdens de vuurcompilatievideo.
Dan hebben we hier nog een pakje rijpkopknaller van de Postenbeurzen. 1 euro, 20 stuks van het merk Weco. En ze zeggen dat het met extra harde knal is. En dan nog het laatste knalvuurwerk uit Duitsland. De XP3 Swashpulverknaller. Het zijn de buskruidnitraten. Dus ze zijn gewoon legaal in Nederland. Er zit geen flitskruid in, maar dus buskruid. En 4 euro voor 20 stuks. Hier heb ik 2 pakjes van gehaald. Ik ben er heel blij mee dat ik ze dit jaar heb. Want vorig jaar waren ze uitverkocht in 3 winkels. We zijn in 3 winkels daarvoor geweest. En dat was wel jammer. Maar ik ben blij dat ik ze dit jaar wel heb. Oké, dit was dan al het vuurwerk uit Duitsland. Nu gaan we door naar het vuurwerk uit Nederland. Dat is alleen maar knalvuurwerk wat we hebben gehaald. Het categorie 2 vuurwerk bedoel ik daar dan trouwens mee. We hebben ook nog wat categorie 1 vuurwerk uit Nederland. We hebben hier een doos Thunder XL, 200 stuks. Voor 2 euro geloof ik. Dat zijn de rotjes uit Nederland. Oké, we hebben hier de Reaper, 12 stuks van het merk Pyro Power. We hebben niet 1 doosje. Niet 2 doosjes, geen 3 doosjes, geen 4 doosjes, maar 5 doosjes hebben we hiervan. Dus 60 stuks voor 6 euro geloof ik. En die leggen we er ook bij. Ik ben hier best blij mee, want dit schijnen een van de hardste Nederlandse knallers te zijn. Ik heb ze nog nooit gehad. De Nederlandse Spaanse vlinders, zo noemen ze ze. En dan hebben we hier een knalmatje van het merk Mad Dog. Van 90 schoten voor 1 euro per stuk geloof ik. Maar wij hebben er 4 van. En dat was 3 euro voor 4 stuks. Van 90 schoten dus. Van het merk Mad Dog. Oké, op beeld zijn de knalmatjes nu al bijna niet te zien. Maar ik zal straks nog even wat shots maken ervan verder. En dan zijn ze wel te zien. We hebben hier nog het pak Thunder Kings van 20 stuks. Hier hebben we niet 1 doos van. Geen 2 dozen. Geen 3 dozen, maar 4 dozen, oftewel 80 Thunder Kings. Ik heb die vooral gekocht omdat een van mijn favoriete knallers is en omdat ze volgend jaar niet meer te koop zijn, maar nog wel legaal zijn. Dus daarom heb ik er extra veel gekocht dit jaar. Volgens mij was het iets van 17,50 euro voor 80 stuks, dus dat is ook nog wat te doen qua prijs. Maar we zetten ze erbij. Dan hebben we ook nog 3 doosjes met de normale Thunder Kings van het merk Broekhoff. En 3 doosjes van 4 stuks, dus 12 stuks in totaal. Dan hebben we verder van het Nederlandse vuur nog 2 doosjes Killer Bees van Pyro Power. Ik heb geen idee hoe duur het was, maar 10 stuks zitten er in 1 doosje. Gewoon de zoemende bijtjes, zeg maar. Dan als 1 na laatste Nederlandse vuur hebben we nog de Dynamite, 5 stuks voor 2 euro. En het schijnen ook keiharde knallers te zijn, ik heb geen idee. En dan als allerlaatste Nederlandse knalvuurwerk hebben we nog de Mega Corsair. Dit schijnen de allerhardste te zijn. Ik heb ook geen idee, want ik heb het nog nooit uitgetest. Volgens mij was het ook iets op 2 euro voor 10 stuks. Ik weet het niet zeker. Maar zoiets was het. En hier zit ook iets van gips onderin. Zo te zien. Dus ja. Oké, we hebben nu Duitse en Nederlandse categorie 2 vuurwerk gehad. Nu gaan we nog naar het Belgische categorie 2 vuurwerk. Knalvuurwerk eigenlijk vooral. We hebben hier de Zena Beam Rockets. Ze zijn niet heel groot. 6 stuks voor, ik denk iets van 7 euro. Ik weet het niet precies. Van het meeste Belgische vuurwerk weet ik het niet precies uit mijn hoofd hoe duur het was. Dan hebben we hier nog de Biting Piranha. 5 euro was deze volgens mij. Voor 20 stuks. Dan hebben we hier nog een doosje Zena Nietjes. 20 stuks voor 9 euro volgens mij. De Zena Pirate 2. 75 stuks voor 4 euro denk ik. Dat weet ik niet zeker, maar zoiets was het. Dus dat is best wel betaalbaar. Dan hebben we hier nog de Zena Trueno 1. 20 stuks. Iets van 7 euro. De vlindertjes zijn dat. Nog een doosje Megatresk, 10 stuks. Ik heb geen idee hoe duur dat was. Ja, ik zet het nu overal maar een beetje neer, maar ik zal het straks allemaal nog even een stuk netter neerzetten. En dan zal ik nog een paar goede shots maken. Dan hebben we hier de 0,5 inch Matchcracker. Dan hebben we hier nog de Zena Shockies, 6 stuks. Geen idee hoe duur het was. Het zijn in ieder geval een soort Thunder Kings. Dan hebben we nog 2 doosjes van Dumbum. De Dumbum F2.
en de micro Dumbum. Dumbum F2, die was zo'n 4 euro. Nou, ik denk dat de micro Dumbum ook zoiets was. En dan hebben we hier verder nog de 1,6 inch smokeballs en de 1 inch smokeballs. Verder hebben we ook nog even wat categorie 1 vuurwerk. Het is niet superveel, maar wel iets. Fonteinenpakket van de Lidl volgens mij. Geen idee hoe duur het is. Dan hebben we hier nog de fonteinenmix. 30-delig van Aldi. Ook geen idee hoe duur het is. Dan hebben we hier nog de ratellinten. 60 stuks. Zo'n doosje kost iets van 3 euro, 3,50 euro, zoiets. Dan hebben we hier nog een doosje knetterrotjes. 80 stuks. Van 3 euro denk ik bij de Aldi. Dan hebben we hier nog de knetterballen XXL. Deze zijn van vorig jaar bij de Aldi. 25 stuks, was ook iets van 2 of 3 euro, maar zijn nu niet meer te koop vanwege de plastic. En dan als allerlaatste hebben we nog Bengaalzuur van de Action, 1,50 per stuk. We hebben hier de gele, de blauwe en de rode, allemaal 1,50 per stuk bij de Action vandaan. Oké, dit was dan het vuurwerk van dit jaar. We moeten natuurlijk verder ook nog heel goed aan de veiligheid denken. Daarom heb ik hier ook nog twee vuurwerkbrillen in de verpakking. Dat merk 3M, dus dat is ook wel een heel goed merk. En hier nog één. De veiligheid, het gaat natuurlijk voor. Hoe dan ook, altijd. Je moet ook absoluut nooit vuurwerk op mensen gooien, ook niet op dieren. Ga altijd veilig met vuurwerk om. Als je iemand zijn hond ziet uitlaten, wacht er gewoon even 1 minuut. Zo erg is dat niet. In een dag zit 24 uur, dus om dan 1 minuut even te moeten wachten omdat iemand een hond uitlaat, dat kan dan ook wel. Dus doe dat ook vooral en ga gewoon altijd veilig met vuurwerk om, hoe dan ook. Dan hebben we hier nog twee dingen om de strijkers aan te strijken. Ik denk niet dat wij dit gaan gebruiken, wij gebruiken eerder de aansteker, want dat is ook een stuk veiliger dan dit te gebruiken. Maar oké. Verder hebben we hier nog een stuk lont van 5 meter volgens mij. Van, met een brandtijd van 1 cm per seconde. Doe dit er ook vooral aan vast plakken als je denkt dat lont tekort is. Je kunt het beter maar aan vast plakken dan dat het in je hand ontploft. Dus doe dat vooral ook. Een stuk Flying Fish Fuse. Ja, dat is gewoon vooral voor de lol. Nog twee stukken snel lont met een brandtijd van 1 meter per seconde. En nog een stuk Falling Leaves Fuse. Verder hebben we ook nog een klein stuk aansteeklont. En dan hebben we hier nog een gasfles om je aansteker bij te vullen. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Anders kun je gewoon niks aansteken. Hier nog één aansteker. En dan hebben we hier nog een aansteker. Nou, ik ga alles nu even heel goed neerleggen. Heel netjes neerleggen. En ik zie jullie weer als ik dat heb gedaan. Want dan kan ik nog een paar hele mooie shots maken van wat het allemaal in totaal is. Want nu past het niet eens op de camera allemaal bij elkaar. Oké, ik heb hier nu even alles bij elkaar neergelegd en het is superveel, zeg maar. Nou mensen, dit is dus de hele collectie. We hebben flink wat, al veel meer dan ik ooit heb gehad. En ja, dat is natuurlijk best wel nice. We gaan het allemaal afsteken in de vuurcompilatievideo. Die komt 1 of 2 of uiterlijk 3 januari komt die online. Ik hoop 2 of 1 januari. Maar 3 januari, dat zou het ergste geval zijn als die dan online komt. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. Als er nog vragen zijn, laat het dan gewoon even in de comments weten. Doe nog even dat duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en deel het met iedereen. Hopelijk tot de volgende video. Dit was Lumio. Later mensen. 3-0.